Hey, ik ben Mino Vaalde, motormaker voor Team NL en KMCRBA. En welkom in de mooiste provincie van Nederland. Althans, dat vind ik. Maar dat weten jullie denk ik al. Nee, ik ben speciaal voor deze opname naar de Oosterscheldekering gereden. Om jullie mee te nemen naar eind 2019. Supergoed jaar voor mij, met een aantal hele mooie resultaten. Met onder andere de nominatie voor de Olympische Spelen in Tokio. Toen hebben we even iets anders gedaan dan trainen. Toen heb ik jullie meegenomen op een avontuurtje mossels vangen. Superleuk. Zeker aan het einde van het seizoen is het goed om even de gedachte op iets anders te zetten. Dus ja, kijk maar even mee. Het is sowieso leuk om een keer iets anders te doen dan fietsen. Een soortje mentale rust, om het zo maar te zeggen. Als je even iets anders kan doen dan met fietsen bezig zijn, dat is ook wat. Dat is super lekker. Ik heb ook altijd, als ik klaar ben met het seizoen en ik heb rust, dan ga ik allemaal andere dingen doen. Waar ik al het hele seizoen naar uitkijk, zeg maar. Maar dat is meer gewoon mentaal, dat je even moet rusten. Ik heb het wel heel vaak aan een afgelopen jaar teruggedacht. Maar eigenlijk ook niet alleen aan afgelopen jaar, maar vooral het hele proces. Eigenlijk vanaf 2013 dat ik naar Sittard ben verhuisd, in dat programma terecht ben gekomen van de KNWU. En achteraf is het eigenlijk best wel een mooi verhaal en is het super snel gegaan. En het is hartstikke mooi dat ik nu een nominatie voor Tokio binnen heb. Ik ben ook al toe aan een beetje rust, tenminste dat sowieso voelt het wel. Maar in mijn hoofd ben ik toch ook wel bezig met het plannen van volgend jaar. Hoe ik dat ga aanpakken om optimaal aan de start te komen in Tokio. Nou, toen ik het nieuws hoorde dat alles op slot ging, toen was ik in Spanje. Spanje was er trouwens al een paar dagen eerder mee dan Nederland. De Casita. Ja, ik ben nu in Spanje. Ik was hier op trainingskamp voor eigenlijk 2 weken. Maar ik heb gisteren een vluchtje terug naar huis geboekt. Ik zit bij een vriend van me, zeg maar. De man. Dit is een olijfboom. 6 olijfbomen van, denk ik. En dat is goed voor 60 liter olijfolie, volgens mij. Die is echt de beste van de hele wereld. Citroenen. Amandelboompje. Mandarijnen. Nu hebben we het bericht gekregen dat we ook niet meer buiten mogen trainen in Spanje. We wonen hier hartstikke achteraf, dus ik liep niet echt heel veel gevaar om besmet te raken of zoiets. Waar ik eigenlijk sowieso niet zo bang voor ben. Hij heeft ook nog 2 honden. Ja. Hier zo achterom doen we wel eens een rondje op de mountainbike met die honden. En dan kan je gewoon een uur mee fietsen en dan zijn ze nog niet moe. En echt hard fietsen. Wat vind jij ervan om in quarantaine te zitten? Ik loop hier trouwens ook non-stop in trainingspak en doe echt helemaal niks aan mezelf. Als ik op trainingskamp ben, dan ben ik ook echt alleen maar op trainingskamp en doe ik helemaal geen reet voor de rest. Ik ben net terug van het vliegveld en even snel een rondje losstappen met pa en mijn broertje. Als mensen meer naar buiten gaan, gezonder eten, meer sporten, een beetje gewoon op een leefstijl letten, zeg maar. Dat je automatisch ook veel minder kans hebt om ziek te worden. Voor de mensen die mij een beetje kennen, is denk ik geen verrassing als ik zeg dat ik geobsedeerd ben door de Spelen. Dus het nieuws wat vandaag is binnengekomen, dat kwam ik al echt binnen. To the year 2021. Dus daar had ik het eerlijk gezegd al een beetje lastig mee. Maar ik denk ook al dat ik nuchter genoeg ben om het, zeg maar, om te draaien naar iets positiefs. Zo zijn er volgens mij al heel veel onderzoeken gedaan dat je tussen je 25ste en 28ste levensjaar het sterkst bent. Dus ik dacht, als ze nou de Spelen van Parijs gewoon laten staan op 2024, dan zit ik precies in die range. Dus dat is wel een goed voordeel. En als ik de stijgende lijn van de afgelopen jaren kan doortrekken, dan belooft dat ook veel goed. Ja, monsters vangen doe ik even niet. Voor de corona, zo hebben jullie laatst kennis gemaakt met mij. Maar ik wil natuurlijk wel even de concurrentie in de gaten houden. Het
is wel, ik hou wel heel erg van mosselen. Het is ook niet iets wat je elke week eet. Tenminste, ik niet. Wat er zo mooi aan is, ik denk vooral dat het allemaal vers is. En dat is wel super lekker. Ik probeer ook als sporter zijn zoveel mogelijk vers te eten, verse producten. En mosselen, verser dan dit kan je eigenlijk niet krijgen. Het is gewoon vooral lekker en het hele avontuur, zeg maar, je moet er best wel wat werk in stoppen. En daardoor smaken ze eigenlijk alleen maar lekker. Hè? Ik zie wel op hoe meer plekken ik kom in de wereld, en dat zijn nu best wel een aantal plekken met de wedstrijden die ik doe, hoe meer ik Zeeland ga waarderen. Ik bedoel, het is gewoon super rustig, gewoon een lekker plekje op aarde. Je komt echt van alles tegen. En zeesterren, joh. Daar zit het hier vol mee. Maar die nemen we niet mee, die laten we lekker zitten. Dan heb je hier het vlees, zeg maar. Ik vind het zelf qua smaak, vind ik het lekkerder als kreeft. Ja? Ja, dus een kreeft wat neutralere smaak. Hè. Nou, hier. Ben, vervelen wij ons hier thuis? Nee. Wij gaan Pauwje maken. Ja, ik ben ook even thuis bij mijn ouders. Dat is op zich wel fijn, omdat als ze iemand positief is in deze wereld, dan is mijn vader wel. Ja, soms zelfs om moe van te worden, zo positief. Sowieso beginnen we even met een schone, opgeruimde keuken. Dat doe ik altijd even over in gewoon seizoenen kunnen werken. Niet zoals al die vrouwen. Toch? Dat is toch zo? Ja, het is in ieder geval zo dat de meeste vrouwen vaak een zootje maken in de keuken en mannen heel niks. En pap, dat de mannen nooit een zootje maken in de keuken. Ja, dat ga ik even bevestigen. Maar ja, voor deze tijd is dat best wel chill. Want als je even een moeilijk momentje hebt of zo, dan weet je er altijd wel een positieve draai aan te geven. Ja, verandert ook eigenlijk niet zo heel veel. Ja, behalve dat we geen wedstrijden hebben. Ergens vind ik dat ook wel chill. Tenminste, het voelt een beetje als een soort van vakantie nou. Klinkt misschien gek en misschien is het ook meer om mezelf gewoon iets goeds aan te lullen of een beetje positief te blijven. We kunnen gewoon eten halen en buiten sporten. Maar ja, je moet je eens voorstellen dat je in Syrië woont en dat je huis wordt platgebombardeerd, dan heb je helemaal niks. Dus ik vind eigenlijk ook dat we niet zo moeten pieken met z'n allen. Dus, mijn tip voor alle mensen thuis in quarantaine, maak je zeker niet druk en wat ik al eerder zei, geniet gewoon van de voordelen. Want zo slecht hebben we het niet. Ja, dat was een mooie. Super leuk dat je mijn vlog hebt bekeken. En vond je dit nou een hele leuke video en wil je daar meer van zien? Klik dan even hier zo. En wat je ook nog even moet doen is even abonneren. Ciao!